Dan laten we hem zo wel. Ja, Huub Bos, hè jongens. Maar even goed uitzien, hè. Nou hebben wij altijd, doen we al jaren, leggen wij een archief aan van alle leuke krantenknipsels die we zien. Die we interessant vinden, hè? Die we interessant vinden. Dus op het moment dat wij een programma willen beginnen, hoeven wij maar in ons archief te duiken. En toen vonden wij dit. Ja, een heel interessant artikel. Heel interessant, maar niet alleen interessant, ook een leuke foto. En die middelste man. Ja, die viel ons op. Huub Bossen is in de 60e jaren deze boekwinkel in Bokston begonnen. Wist u dat? Wist jij het? Ik wist er helemaal niks van. Ik was stom verbaasd. Ik denk heel veel mensen weten dit niet, maar dit is toch wel een heel interessante man, denk ja, ik dan. Ja. Dus hebben wij meneer Bossen gebeld. Wij mogen Huub zeggen, hebben we gehoord. En verder gaan we eens horen wat die man doet. En, we gaan eens kijken of hij het verschil maakt. Ja. We hebben hier met hem afgesproken, dus... Dag Huub! Hoe is het? Ja, prima! Kijk, wel ja, is ja, het maar, nou. Maar, ja, ik vind het zo leuk, ik heb u nog niet... Zeg, ik vind het wel leuk. Ja, moeten we vaker mensen doen zo elkaar begroeten, zo spontaan. Ja, kende je ons al voordat wij belden of je hierheen wou komen? Nee, niet. Nooit van gehoord van nee. Lel en Ben? Nee. Zullen we even gaan zitten of gaan we hier even... Nou, lijkt me wel even lopen. Lekker zitten. Hè? Jij bent deze boekhandel eens een keer begonnen. Vertel. Ja. Ik heb thuis bij mijn vader en moeder in de winkel gewerkt. En die hadden een kantoorboekhandel. En toen ben ik het vak hier en daar nog beter gaan leren. Ik had verkering met Dora. En wij zouden dan samen een bedrijf beginnen. En ik had ergens een baan, omdat ik kantoormachines nog aan het leren was. Toen kwam daar een vertegenwoordiger uit het vak en die zei, goh Huub, die kende mij al jaren. Daar gaat in Bokston iemand stoppen. En dat is eigenlijk wel een goede plek. Vervolgens hebben we Dora en ik elkander in de echt verbonden. Oh. En toen zijn we samen, ja. Leuk, hè? Want dat ging vroeger zo, hè. En, tegenwoordig niet meer dan? Nou, minder. Dora mocht thuis niet weg als ze niet getrouwd was. Nou, hele verstandige ouders. Ja, dus, zo ging dat vroeger. Want samen wonen, dan mochten jullie. Nee, 1964, mevrouwtje. Ja, u ziet er nog zo jong uit, dan ja, heb ik het niet meer in de gaten. Ja, dat we zo maar zo het is nog... toch al een paar weken geleden, hoor. Ja, ja. In 64 bent u... Ja. Oh, ik was net geboren. Ik was net geboren, ja. Nou, dat valt me dan ook mee eigenlijk, want ik schat u veel jonger. Ja? Complimentjes, hè. We zijn in Bokston begonnen, moesten we een pand zoeken. En dat vonden we in de Kruisstraat, nummer 4. We zijn begonnen, boek en kantoor begonnen. En dat ging aardig. Totdat je op een gegeven moment voelde na een aantal jaren van jawel, er zit veel meer in. En er zat met name veel meer in de boekhandel. Mm-hmm. Want Bokston was een leuke plaats. Heeft altijd veel onderwijs gehad. Heeft altijd uitstekend onderwijs gehad. En dat is voor een boekhandel natuurlijk belangrijk. Toen werd Bokston Oost gebouwd. En daar kwam een wat groter, nog net niet internationaal georiënteerd publiek wonen. Maar wel publiek dat naar een boekhandel gaat. En Oost trok eigenlijk de boekhandel. En toen dachten wij, als wij hier blijven zitten in de Kruisstraat, dan komt er straks een keer een echte boekhandel en die gaat het een beetje fatsoenlijk aanpakken. En dan is... Dus toen hebben we gedacht van, we gaan we splitsen. Dan houden we de kantoorboekhandel hier en zetten we de boekhandel ergens onder. Toen konden we dit kopen. En dat was een heel goedkoop pandje. En dit was allemaal tuin. En dit waar we nu zitten? Ja. Dit was tuin? Ja, maar dat was gewoon een kort voorhuis en verder was niks. Mm-hmm. Oké. En toen hebben we er dus een heel stuk aangezet. En dan een binnentuin gemaakt en daarachter nog een kantoor. En toen zijn we uiteindelijk in die kantoorboekhandel gestopt. Want toen vonden we dat we hier sterk genoeg waren. Toen dachten we, laat ze maar komen. En toen heeft Robbe, dat was onze collega in de Baroniestraat, die heeft het overgenomen. En die heeft uiteindelijk, is die overgegaan van daar naar hier. Hier naar de Kruisstraat dan. Mm-hmm. En toen is dat later een Bruna-shop geworden. Ja.
Maar daar is daar in uw tijd... Nee, sorry. Jouw tijd? Zo'n statige man. Ik krijg het gewoon... Je vind ik zo moeilijk. En dan zeggen ze ook nog dat je er jong uitziet. Hè? Dat vind ik zo'n mooie combinatie. Ja, vind je een mooie combinatie. Het zijn niet veel jonge statige mannen, dus ben trots. Nee, maar dan moet je er ook je tegen kunnen zeggen. Okay. Noem maar dat over je hartje kunnen verkrijgen. Nou, vanaf nu gaat het me lukken. Ik voel het. Hup heet hij gewoon nog. Hup. Ja. Hup, ik had nog een vraag en nou ben ik hem toch kwijt. Ik ben er in 31 december 77. 77. Oh, dus van 64 tot 77 heb jij deze zaak gehad. Ja, maar niet hier dus, hè? Want we zijn pas in begin 70 jaren hier naartoe gekomen. Ja, zeven jaar heb je hierin gezeten. Ja, zoiets. Ongeveer. Ja, maar je bent gewoon gegroeid in je zaak en uiteindelijk ben je hier terecht gekomen. En in 77, op 31 december, heb je gezegd, ik stop ermee. Ja, en toen hebben dus Ferry en Nico het overgenomen. Maar waarom ben je er nou mee gestopt? Zo'n geweldige zaak. Ik zie iets. Accountants. Ik zie iets melancholisch. Accountants spelen in deze tijd een grote rol. Hè? Ja, die spelen een grote rol. Bankiers ook, hè? Ja. Maar toen toch nog niet? Bij mij wel. Op een gegeven moment kom ik bij de bank. En toen zei hij: als je zo nog een paar jaar doorgaat, dan heb je je schaapjes op het droge. Schaapjes op het droog. Ken je die uitdrukking? Nou, ik zou willen dat we het hadden. Schaapjes op het droog. Nee, ja, goed. En toen dacht ik, ik was toen 35, denk ik. Ja, 35 jaar, denk ik. Dat was in 50. En toen dacht ik, als ik nou kijk naar de wereld zoals die nou is, en ik kijk naar de interesses die ik zelf heb, want ik zat altijd al met ontwikkelingssamenwerking, had altijd al mijn ding. Dora was met yoga bezig en daarnaast werkte ze dus fulltime in de boekhandel, want over dat hebben we steeds samen gedaan. En toen liep ik naar huis en in die 4 minuten dacht ik, ik wil eigenlijk mijn schaapjes nog helemaal niet op het droge. Ik ben godverdomme nog hartstikke jong, kom op zeg, het leven gaat nog helemaal beginnen. Dan moet ik hierna nog 4 jaar werken en dan elk jaar er wat bij of er wat afschrijven. Voelde niet lekker. En als ik nou nog 5 of 10 jaar doorga, totdat ik die schaafjes echt op het droog heb en ik ga dan nog wat doen, ja, dan ben ik weer te oud en dan ben ik al te gevestigd en dan ben ik er te gemakkelijk. Dus als ik blijf zitten, dan kan ik niet meer weg. En dan heb ik dus vrijwillig levenslang. Want ik heb er zelf voor gekozen. Ben je daar nou een beetje jaloers op? Nee. Nee? Nee. Je hebt nooit spijt van gehad dat je dit weg hebt? Nee, het is wel lastig soms. Dat je geen schaapjes op droog hebt. Want je moet je alsmaar boven water houden natuurlijk. Ja. Maar ja, je kiest aan de andere kant iets wat blijft bewegen. En dat is denk ik wel de... Ja, daar gaat het om. Eigenlijk. Dat is eigenlijk... In afval in mijn geval en in Dora's geval. Ja. Jullie vinden dat fijn dat er de flow is. Dat er iets... Ja, precies. Ik ben onafhankelijk gebleven, ik denk dat is. En dan ben je trots. Ja. Nee, daar ben ik niet trots. Trots ken ik niet. Nee, ik ken niet trots. Nee, trots. Gelukkig mee dan. Ik ben geboren met een Nederlands paspoort, dus ik heb al een voorsprong van 100.000 euro op een Hongaar. Dus hoezo trots? Ja. We moeten toch eigenlijk vreselijk gelukkig zijn, hè? Ja. Ja, nou ja, dat al bij de geboorte, hè? Precies. Ja, nou, want je hebt een prik op 3/4 van de wereld, hè? Denk er goed om. Op 3/4 van de wereld, als het niet meer is. Want wij komen het natuurlijk tegen, hè? Mensen die naamloos zijn, die zomaar schuiven in het zand, wij komen ze echt tegen. En dan denk je, Jezus. En als je dan hier geboren bent, dan moet je er toch wel wat voor kunnen maken. Heeft de mens altijd de keuze om meer en om gelukkiger te worden? Als je echt... Wij gaan voor arme mensen, hè? Ja? Dora en ik dan met de mensen. Nee, maar een van de kenmerken van armoede is dat je geen keuze hebt. Ja. Maar zodra je een keuze hebt, ben je al minder arm dan iemand die geen keuze heeft. We hebben het daar dus echt in het zand gestaan. Ja, dus wij echt helemaal achter. Dan kunnen wij ons eigenlijk ook eigenlijk helemaal niet zo goed bedenken wat dat is, hè? Om keuzes te hebben. En dan zijn we eigenlijk heel erg verwend in dan ook nog, hè? Om te mogen verwend, kiezen. Ja, we zijn natuurlijk wel verwend. Ja, om te mogen kiezen. We zijn bevoorrecht. Is het zo? Mag ik het zo? Ja, dat is beter. Misschien is het is beter, hè? Ja. Ik vind het een heel leuk gesprek. Ja, maar we zitten in het verkeerde programma. Het is de keukentafel op dit moment. Nou, dat wou ik net zeggen. Dus, ben je gek? Ben je gek?
En moet je eigenlijk gek zijn om ergens te komen? Ik heb wel eens iemand tegen mij horen zeggen, jij bent gek. Ja. En die dacht toen daar mij mee te kwetsen. En toen zei ik tegen haar, ik had geluk, het was een vrouw. Ik zei, jij bent gewoon. En toen was ze me toch boos. Ja, ik zou er ook heel boos over worden. Ja, ik snap het. Je wil dat mensen wel niet gewoon zijn. Ja, ben je gek. Ja. Dus ik begrijp dat wij bij jou een consultje aan kunnen vragen. Ja, we gaan hier van die sessies regelen. Leuke is, dan krijg ik toch nog mijn schaapjes op het droog. Ja, misschien wel. Ja, maar daar betalen ze tegenwoordig heel wat voor. Voor dit soort wijsheden. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Precies. Nou, dus je kunt altijd Huub Bosse bellen, een boek gaan pakken en vragen wat het nu eigenlijk betekent. En als het nou echt nodig heeft, wil ik wel van een kaartje voor laten drukken, hoor. Als dat meer vertrouwen geeft, dan doen we dat. Kaartjes komen binnenkort. Maar mijn volgende vraag is dan eigenlijk toch wel van, wat heb je dan hierna gedaan? Ja. Toen je dit had verkocht, wat ging je dan doen? Je hield op en toen? En toen. Dat was prachtig. Dora die wilde iets met yoga gaan doen. Ik wilde iets doen met ontwikkelingssamenwerking. Dat is derde wereld. Nou, welk land in de derde wereld is nou zowel voor derde wereld als voor yoga aangewezen? Ja. India. Ja. Wij bakten in die tijd ons eigen brood. Ook al. We hebben ze toch veel gedaan in hun leven. En dat deden we met zuurdesem. En zuurdesem kun je zelf maken. Oh, en dat blijft groeien, hè? Ja, dat is een restspul waar je vroeger ook die cakejes van had. En nou denk je, waarom begin je nou over de brood? Want nou komt er weer een andere bocht in het leven. Op een gegeven moment zei Dora, ik lust het brood niet meer. Was te zuur. Toen was de smaak veranderd, want ze was in verwachting. Oh jee, daar heb je de pop aan dansen, hè? Dus toen heb ik een paar jaar verschillende baantjes gedaan, omdat we toch iets aan inkomen moesten hebben. Dora is toch een yogales gaan doen. Dus die is de studie gaan doen. En die is toen ook yoga gaan geven. Inmiddels is er dus ons kind geboren. Later is er nog een tweede kind geboren. En toen dat allemaal een beetje ingedaald was, een jaar of 4, 5 verder. Toen kwam bij mij die derde wereld dus weer terug. Nou, toen ben ik dus met de Evenaar begonnen. De Evenaar was een bedrijf wat fairtrade artikelen inkocht. En nou, bij projecten, hè. Het zijn heel vaak projecten. De bevolking zelf kom je natuurlijk niet. Nee, maar je spreekt hun taal al niet, hè? Daar kocht jij het in. En dan leverde je dat hier aan de wereldwinkels. Of aan kerstpakketten. En in kerstpakketten. Uiteindelijk is maar we hebben hier ook een. Ja, dat wou ik net voorstellen. We hebben hier een wereldwinkel. Ja. Zullen we eens in de auto stappen en even naar de wereldwinkel rijden? De auto stappen, hallo, dat is hier om de hoek. Oh ja. We stuiten niet in de auto. We gaan de jas doen. Ja, dus we gaan tellen, hè? We gaan tellen. Dus die kort, die kant is kort. Nee, die kant is kort. Nou, Huub, jij mag het bedenken. Wat zijn 47 stappen? Wat zijn die 47? Welke kant was dat? Ik zou die kant. Nou, dan gaan we die kant 47. We gaan wel tellen, hoor. Nou, je doet maar lekker. 2, 3. Zet hem op 47. Het klopt allemaal vandaag. Dit is wel een heel verschil, hè? Tegenover de boekhandel. Ja, dat is echt een verschil. Dat is echt een groot verschil. Dat is leuk, hè? Ja, ik vind dit vind ik zo leuk en zo kleurig. Is hier nou iets waarvan jij zegt van ja, dat herken ik nog uit mijn tijd van de Evenaar. Dit verkochten wij ook altijd. Of dit heb ik uit. Naar een kleiner werk gaan. Want dit werk hebben wij nooit gehad. Okay. Nee, dat is te kleurig voor jou. Te vrolijk. Nou, dat was het toen nog niet. Mogen we even rondkijken? Ja, tuurlijk. Weet je wie dit is? Ja, Ja, u kent u. Maar dit is wel een beroemdheid, hè? Ja, in de wereldwinkel ben je wereldberoemd. Maar als ik op straat kom, dan Is het afgelopen. Nee, dus is het afgelopen. Het is zo'n bescheiden man, ja, hè? Ja, het is een bescheiden man. Wat is hier bijvoorbeeld? Ja. Oh, dit is Dit is kiezelsteen. Kiezelsteen? Kiezelsteen. Kizi is een plaats in Kenia. Okay. En daar komt dit steen van. Kiezelsteen. En mensen, bijvoorbeeld, maken dit zelf? Ja. Dan, het wordt altijd door mannen gesneden, want ze spreken van carvers. Hè? Dus men noemt het snijden. Mm-hmm. En dan krijgen de vrouwen het en die gaan dan voor hun hut zitten. Dan hebben ze een teil met water en zand en dan het object en dan zitten ze. Gaan ze het schuren. Maar ja, even serieus hoor. 11,
€1,60. Nou, dat is geen geld. Ja. Het moet uit Kenia komen. Ja. Het moet gemaakt worden. Het moet hier verkocht worden. Transport. En dan verdienen ook... die mensen ook nog iets op. Ja. Het is een andere importeur, denk ik, maar ik weet het zo niet hoor. Want ik ben er tenslotte ook weer heel lang uit. Ja, je bent er al heel lang uit. Ja. Oh, ja. Wij hebben dit niet voor 11 zoveel verkocht, dan was het duurder. Oh, maar waar zat hem daar dan in? Nou, dat weet ik niet. Ja. Kregen die mensen dan meer betaald? Of transport. Kreeg jij meer? Nee. Het transport is denk ik heel erg afgenomen. En de hoeveelheid misschien of zo? In de economische crisis is de transport, ik denk, gehalveerd. Ja, goedkoper geworden. Ja. En een container vroeger uit Kizzy, dat kostte echt, nou ja, klauwen vol met geld. Ja, dan was je toch wel 10.000, 11.000 euro kwijt, denk zo. Ik. Eer dat eens een keer helemaal over land was en dan over zee en dan weer. Maar ja, er kunnen natuurlijk een hele hoop in, hè, in ja, een precies. container. Ja, precies. Ja, dat is wel zo. Het is zo dat je koopt een product bij een producent. En dan ga je kijken voor hoeveel moet ik dat verkopen. Dus dan komen er de bijkomende kosten. En zo gauw je met die kosten de grenzen van het land uitgaat, zijn het hoge kosten. Dus de producent die krijgt weinig, de lokale transporteur die krijgt weinig, de inpakken, de doosjes kosten bijna niks, enzovoort. En zo gauw het dan ook maar in de buurt van de vervoerder komt die een internationale agentuur is, dan kost het geld. Het is een leuk beeldje. Ach, wat een schatje. Weet je waar dit vandaan komt? Nee, het is ook niet van, nou hier zit toevallig een visitekaartje bij. Oh, hier zit een visitekaartje. Ja. Is van... Dit komt uit Zimbabwe, ja, dat is een hardere steen. Ja. Dus, Tenkenenke of niet? Ja, in Harare, Zimbabwe. Ja. Nou. Ja. Ken je dat, Harare? Dat is de hoofdstad, hè. Oh, god, dan ben je toch goed onderlegd, hè. Maar luister, dus in hoeveel landen ben jij nou geweest waar we allemaal... Waar je er zijn allemaal... er maar 8. Zijn er maar 8? Oh, ja, valt me nou tegen. Nou, dan houden we er nou op. Dan zal ik maar gaan, hè. Geen verschil maken. Goed, bedankt, hè. Doei. Mag ik mijn jas nog even? Je moet wel afrekenen, hè. Ja. Mexico, Guatemala, India, Bangladesh, de Filipijnen. Ik ben geweest in Kenia. Nou, daar ben ik al in 6. En hoe vaak? Want ik ook wel... Dus heel vaak. Heel vaak, hè. Heel vaak. Ja. Er is een Duitse pater geweest en die heeft ontwikkelingshulp gedaan in Mexico. Die heeft zich deze hele hoek van het land aangetrokken. Er komt prachtige kunstnijverheid vandaan. En die heeft dat echt naar buiten gebracht. En met name eerst naar Duitsland tentoonstellingen georganiseerd. Jaren geleden al. En uiteindelijk is dat echt de markt opgekomen. Dus het is verschrikkelijk leuk dat, dat langs ontwikkelingssamenwerking heeft dit product echt poten gekregen. Ja. Kunst en kitsch is er niks bij, hè? Zomaar een kenner, hè? Ja, het is toch geweldig? Dan ga je hier een cadeautje kopen en dan kom je zo iemand tegen, hè? Kent u deze meneer? Nee, hoor. Nee, hij is niet. In het krantenartikel stond ook zo van Fairtrade gemeente, hè? Wat zijn nou de voordelen van voor zo'n gemeente of wat houdt het nou in? Want nou, voor de gemeente heeft het geen voordeel, het heeft van Fairtrade voordeel. Heeft het Fairtrade, heeft het een bepaald effect in de derde wereld? Dat is natuurlijk de vraag. Ja. Daar gaat het om. Ja. Ja. En als wij dan zoveel mogelijk Fairtrade producten kunnen gebruiken, dan is het nuttig. Maar dan moet er wel dat effect zijn. Ik ben in Calcutta geweest. Als het even mag duren, dat is een verhaal van een minuut of twee. Heb je even tijd? Dat kan. Een minuut of twee? Ja. Dat kan. Oké. Okay. Ja. Regisseur ook mee eens? Oké, ja, het mag. Twee minuten. Ik moest in een project zijn in de Chandra Bose Street in Calcutta. En ik was in de straat en kon het project niet vinden. En dat was in 1987. En Calcutta was toen nog van binnen een ramp. Die stad is gebouwd voor 1,5 miljoen mensen. En er wonen er 14 miljoen. Sukken hopen afval en er komt vies modderig water uit. Nou, de ratten liggen er langs. Kinderen zitten erin te spelen, dus ga maar naar. Dat was mijn Calcutta. Ik kon dat project niet vinden, maar alle huisnummers gekeken. En toen zag ik 3 mensen lopen en die liepen met een blik in hun ogen. Die was veel rustiger dan de rest. Ik dacht, ik ga maar eens even achter die mensen aan. Misschien moeten die daar wel zijn.
En die liepen zo het project binnen. Dus er was achter een gebouw en zo. Nou ja, dus het was ook niet zo raar dat ik het niet had kunnen vinden. Maar je kon aan de rust en aan de geborgenheid die mensen uitstraalden, kon je het verschil aflezen. Wat is nou fair trade en wat is nou niet fair trade? Want je moet daar rennen voor je naam. Ja. Wij hebben daar geen noties van. Wij krijgen nu nog rapporten van vrouwen van ons project waarin ze zeggen, deze mensen moeten nog heel hard werken voor 1 maaltijd per dag. Dus op dat niveau wordt echt nog geleefd. Je zou zo denken dat dat inmiddels ook in India wel voorbij is. Maar het is dus niet zo. En daarmee heb ik eigenlijk ook uitgelegd dat Fairtrade een rust brengt bij mensen. Ja, een stuk zekerheid. Een stuk zekerheid. Want Fairtrade is een langdurig contract. Ja. Maar laten we nou eerlijk weten, de Fairtrade, dat is toch... Het is voor ons is duur en het is ook niet lekker, wel? Is het lekker? De vragen zijn geantwoord. Er is weinig food. Er is veel meer non-food als food. Maar als je nou bijvoorbeeld bananen neemt, ze zijn gewoon. Wij vinden ze lekkerder dan de gecultiveerde. Ja? Maar net zoals de thee en zo. En de thee is even goed. Weet je, we gaan een kopje thee proeven. Okay. We hebben onderhand wel thee verdiend. Vinden we hebben verdiend, hè? Ja. Hebben we wel zin in een kopje thee? Ja, maar dan moet het wel lekker zijn. Want in ieder geval die... Nou Huub, dan mag jij de thee zoeken. Lekkere thee. Nee, een wervende tekst, hè? Ja? Dus het is wel leuk als je er even in komt. Ja? Omdat het producten zijn. En dat komt eigenlijk een beetje aan het. De kern van. Zoals ik het even aankijk. Als ik nou weet dat ik met Fairtrade het lot van mensen verbeter, dan bestaat het voor mij niet dat er bijna niemand beweegt om die producten te kopen. Dat denk je. Als je nou weet dat dat helpt. Als je nou met de kerst thuis zit en je hebt familie, vrienden, gasten en je zit dan in diner en je zit daar met 14, 15 mensen om de tafel en je hebt buiten een boom en er zit geen bladeren natuurlijk, het is midden in de winter, 25 december en dan hoor je ineens miauw en er zit een kat erboven in de boom en die durft er niet uit. Dan wordt het prettige van het eten van die 15 mensen beïnvloed omdat je weet dat er een kat in nood zit. En dan bel je de brandweer en die haalt hem eruit. Ja? Nou zijn er toevallig 1 miljard mensen in nood. Maar dat is toevallig verder weg. En dat hoor je niet. Dus laten we lekker zitten. Want we weten het wel. Ja maar ik wil er niet altijd aan denken. Dus ik word hoeft er niet aan te denken. Je hoeft er niet meer te kopen. Ja, nou ik snap wel wat je zegt. Gewoon kopen. Maar weet je, we hebben het nog allemaal niet zo in ons systeem zitten. Nee. Als we het zelf gezellig hebben... Dat we dan nog zoveel mensen in armoede zitten. Maar het is toch eigenlijk te ruig? Ja, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. Stel nou voor dat je het ongeluk hebt dat je een zoon hebt die gaat hockeyen. Dan moet hij een hockeystick hebben uit India, want dat zijn de beste. Dat weet hij dus wel. Ja. Is dat zo? Ja, dat wisten wij niet. Maar jullie hockeyen niet. Nee. Ja, dat dacht ik al. Stap. Maar ik begrijp wel waarom dat je daar zo... Als het op het moment dat het ons eigen voordeel is, zeg je, dan weten we het wel te vinden. En dan weten we wel als het in ons eigen frame past, hè? Absoluut. Maar we laten dus een miljard mensen laten we dus schieten, hè? Ja. Terwijl je er gewoon talloze handvatten hebt om daar in elk geval iets mee te doen. Nee, maar helpt het dan ook? Want ik heb altijd het idee, als ik nou daar een euro meer voor ga betalen, heb ik altijd het idee van, die euro die komt... ergens terecht waar het niet hoort. Ik heb gezien dat helpt. Jij kunt ons verzekeren dat alle Fairtrade producten staan... Maar het helpt. Het is gewoon je eigen verantwoordelijkheid. Ja. Je bent niet verantwoordelijk voor een miljard mensen. Nee, daar ben je maar niet. Je bent wel verantwoordelijk voor wat er in je keukenkast staat. Dat heb je zelf. En als je nou zegt, we hebben het niet over politiek... Dan zou ik zeggen, dan ga ik toch 1 keer het woord politiek. Nog 1 keer? Je eigen politiek staat in je keukenkast. Daar gaat het om. Kun jij die voor mij opschrijven hierop? Nou, misschien zenden ze hem wel een keer uit. Je eigen politiek staat, hier goed op? staat in je keukenkast. Dat is hoe jij je huishouden inricht. Hè? Politiek is inrichten. Hè? Staatsinrichting, huishoudkunde, staatshuishoudkunde. Mm-hmm. Jij hebt je eigen huis. Je hebt met je eigen huis een relatie met alle huizen in de wereld.
En wat er bij jou in de keukenkast staat, moet kloppen met wat er in de wereld aan de gang is. En als jij weet dat er armoede is en je kunt dat verkleinen door fairtrade producten te doen, dan doe je dat. Als we nou eens beginnen met fairtrade, ik vind dit wel een soort van verschil lijkt me hoor, zoals als Huub praat, hè? Je kunt nou niks meer zeggen, hè? Nee. Weet je, dan gaan we gewoon nu even een lekker kopje thee drinken. Vond jij ook een kopje? Je moet hem zelf afrekenen, dus jij krijgt er ook in. Nou, waarom? U heeft mij overtuigd het dat verschil. Ik voor de mensen... Ja. Het verschil. Nou, precies, het verschil. En ook dat is in de keukenkast, hè? Ja. Want dan is het pas een verschil. Ja. Als we naar de wereldwinkel gaan, dan kopen we één fles wijn. Ja. En als we dan bij Albert Heijn zijn, dan laaien we er vier in. Nou, ik niet hoor. Nee. Nou, maar nou, spreken. Zou het dan aan de prijs liggen? 5,75 is voor een fles wijn nou niet echt de hoofdprijs, toch? Nee. Toch vind ik ook. Prijs? Dat is eigenlijk de dat klopt, dan valt dat wat mee. Dus daar zit het hem niet in. Ja. Maar ik denk, lijkt me wel lekker. Zullen we gewoon even proef gaan? Fonds betaald. Fonds betaald toch? Het maakt ons niet uit, hè? Wacht even. Wie heeft het leeg? Jullie ook een... Hebben jullie inmiddels aan de wijn? Nou, wij willen even proeven. Ik even weg en dan... Fonds betaald. Fonds betaald. Fonds betaald. Ja, Fonds betaald. Je bent er op de fiets. We hebben nog veel meer. En ik kan naar zijn adres komen. Dus, oh, dat is goed. Oké. Fonds, hoe heet hij nog meer? Ik vertrouw het toch wel? Jawel, nee, ik vertrouw het zeker. Nee. Nou, wij gaan hier echt bijzonder. Zonder dat Fonds afgerekend heeft de winkel uit, hoor. Echt niet. Dat heb ik net gedaan. Oh god, nou doet hij. Je moet ook ja zeggen dat je het wil verwijderen. En je drukt op nee. Dat heb ik net ook gedaan. Dan bemoei je er nou eens even niet mee. Wat kom je nou ze wordt boos op me. We krijgen hier nooit meer wijn. Nee. We krijgen hier nooit meer wijn. Gelukkig dacht. Gelukkig zo. Moet je luisteren. Nog even. Mag ik de thee ook doen of zullen we het gewoon zo laten? Ja, ik vind dat we wel trakteren. Daar houdt het Fonds van, hè? Ja, dat vind ik ook wel iets hebben. Doe maar trakteren. Ja, dat is dan. Dan denken jullie nog eens aan ons. Ik kom op 7,98 fonds. Of, dat is een koopje. Uit welk fonds moeten we het putten? Uit welk fonds moeten we het putten? Nou, dat is een grapje van de kassa. Uit welk fonds? Dat vind ik een hele leuke. Uit deze fonds komt het vandaag. Uit deze fonds.